Nintendo fans! Ik zag net een tweetje. Nintendo heeft de 35th Anniversary Mario Collectie aangekondigd ofzo? Er is een trailer en ik ben heel benieuwd en we gaan hem heel snel checken. Toevallig heb ik deze nog naast me liggen, Super Mario Sunshine. Zou die erbij zitten? Oké, jongens, let's go! De 35th Super Mario Bros. Anniversary Collection, denk ik? Kijk al die games op de achtergrond! We gaan ze niet allemaal krijgen, toch? De lente van 2021 gaat het uitkomen. Oké, we zien Super Mario Bros. 1. Wat? Krijgen we een Game & Watch system? Oh, dit is zo oldschool, jongens. Dit is echt van vroeger, van de jaren 80 en 90. Wacht even. Super Mario Bros. 2 zit er ook bij? De Game & Watch Ball Super Mario ding. Holy crap. Oké, vet. Leuk apparaatje. 13 november. Ah, deze wil ik sowieso hebben. Dit is super tof. Wait, wacht even. Er komt naar de Nintendo Switch. Super Mario 3D World. Ja, dit had ik al verwacht dat deze zou komen. Dit kon niet uitblijven. Er worden heel veel games van de Wii U uitgebracht voor de Switch. En deze was nog niet uitgebracht. Dus dit voelde ik eigenlijk wel aankomen. Super Mario 3D World. Awesome. Ja, dit was wel een heel fijn Mario gamepje hoor. Dus prima dat hij naar de Switch komt. Echt leuk. Deze gaan we sowieso spelen op YouTube. God Mario! Hey, kijk hem gaan, jongen. Ja hoor. Nice. Ik heb deze trouwens nooit helemaal uitgespeeld. Dus dat is ook wel tof dat ik deze nu eindelijk wel uit ga spelen. Omdat hij nu op de Nintendo Switch komt. Dus dit is super, super amazing. I like it. Die power-ups zijn trouwens wel vet in deze game. Cat Mario vind ik mooi, maar er zitten meer power-ups in. Je zag er net eentje, vind ik heel vet. Met een soort van boomerang is dat. Ja, lekker hoor. Hoe meer games naar de Nintendo Switch, hoe beter jongens. Ja, en natuurlijk lekker multiplayer erbij. Dus dat is super leuk. Als je deze gewoon online kan spelen met vrienden. Super Mario 3D World voor de Nintendo Switch. Eeuw, we krijgen er nog iets bij. Wat krijgen we erbij? Wat is het plusje? Wat is het plusje? Wat is dit? Zijn dit nieuwe, is dit nieuwe content? Volgens mij is het gewoon, is dit nieuwe content jongens? Wat is dit? Een of andere duisterde Cat Kingdom ofzo. Wow, dit ziet er wel cool uit. Bowser's Fury? Is dat nieuw? Ik ken dat helemaal niet. 12 februari 2021, volgend jaar. 12 februari. Lekker man. Een competitive Super Mario game. 35 spelers die Mario, oh dit is zo vet! Dit is zo cool! Dit is een soort van Tetris 99, maar dan van Mario! Oh! Wow! Nee joh, ja, dit zijn de mechanics van Tetris 99. Dus je kan elkaar trollen door vijanden naar elkaars levels te gooien en de tijd naar beneden te brengen. Dit is zo vet! 1 oktober! And will be available for a limited time until March 31st. Huh? Wat? Gaat deze ook weer weg? Tot 31 maart? Wat? Of is die gratis tot 31 maart? Hè? Ik ben even confused. Maar we gaan verder, we gaan verder. Wat is dit? Is het... Hè? Mario Kart in zijn eigen woonkamer? Op de Nintendo Switch? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit ziet er doof uit. Oh, dit is speelgoed. Dit is speelgoed. Maar... Wat is de koppeling met de Nintendo Switch dan? Wacht even, ik wil even weten hoe dit zit. Wat is dit dan? Hè? Je kan banen maken en dan spelen op je Switch kan je... Ik ben mindblown. Ik ben mindblown. Ga je nou een autootje besturen via je Nintendo Switch of wat? Geef me uitleg. Hoe werkt dit? Kijk dan, je kan inderdaad allemaal goals neerzetten. Hey, dit ziet er echt bizar uit. Dit is lachen. Je moet wel een gladde vloer hebben trouwens. Je moet geen kleedjes neerleggen in je kamer, want dan gaat het niet lukken. Oh, kijk die Luigi gaan. Oh nee, Blue Shell. Blue Shell. Ja hoor, en Mario takes the win. Nice. Ook hier kan je extra enemies laten spannen ofzo. Ik zag Kamek opeens in beeld. Vet, vet. Mario Kart Live Home Circuit. Circuit? 16 oktober. Oké, je kan ook allemaal leuke Mario Anniversary dingen krijgen als je naar de website gaat van Nintendo of zo. Mario Kart Tour heeft bepaalde events. Ik speel die game zelf niet. Speel jij Mario Kart Tour? Oh, ja, nu moet ik naar de Nintendo New York Store, jongens. We moeten terug naar New York. Zoveel content. Dit gaat veel te snel, jongens. Oh! Die Splatfest t-shirts zijn zo vet. Wat? Super Mario naar Animal Crossing. Nee! Nee! Ik moet nu echt even op pauze. Super Mario content naar Animal Crossing. Gaan we gewoon paddenstoeltjes krijgen uit Mario en bloemen en kleding van Mario. Wat?
Ja, Nintendo, dankjewel dat jullie ook content uit andere games naar Animal Crossing gaan brengen. Die crossovers, die misten we nog. Ah, hier hou ik van. Wow, die schoenen zijn vet. Oké, dit is voor vrouwen. Deze is niet voor mij. Monopoly, een nieuwe Monopoly, uiteraard. Oké, figures. Ja, oké, lachen. Ja, de Lego sets natuurlijk, die zijn nu available. Wow, ze vieren het wel echt groots, man. Oké, wat is dit? Ja, Super Mario All-Stars. Super Mario Brothers, Super Mario Brothers, Super Mario Brothers 2, 3. The Lost Levels. Super Mario The Lost Levels. Super Mario All-Stars. Ja, we kunnen spelen! Nintendo Switch Online Collection, het is nu! Het is nu! Hij moet op pauze. Ik stop de video weer even, jongens. Holy crap, wat zien we allemaal? Super Mario All-Stars was een bestaande collectie voor de Super Nintendo. En vroeger ging ik hier hard op, dat was vet. Dan had je gewoon meerdere Mario games in één en die is er nu ook gewoon. Oh, en nu is de Nintendo Switch Online Service Library van games. Die begint nu echt vet te worden, jongens. Wacht, de laatste announcement. En daar is gewoon 8 minuten voor uitgetrokken. Wow! Het gaat gebeuren! Super Mario 64 naar de Nintendo Switch! Ja! En wedden, ze gaan deze ook gooien. Mario Sunshine, die gaan ze ook gooien. Yo! Ja! Deze game wil ik zo graag gewoon eindelijk een keer uit gaan spelen. Want ik had vroeger geen Nintendo 64, jongens. Die had ik niet. Oh, ja man, het gebeurt. Ja, zie je, dit is Super Mario Sunshine. En die graphics, die zijn veel beter dan op de GameCube. Ja man, die graphics, die zijn veel beter dan op de GameCube. Dit is dope. Ja, en ik hoop dat ze de besturing ook hebben aangepakt, jongens. De besturing, die moet nu ook beter zijn dan op de GameCube. En de camera ook. Ja man. It's happening. Het gebeurt. Oké, deze puzzels zijn moeilijk, hè? Deze jumping puzzels zijn echt lastig. En dat Bowser-kasteel wat je net zag, de Bowser-attractie, die is ook lastig. Het gebeurt. Super Mario Sunshine. Maar er gebeurt nog meer. Super Mario Galaxy komt ook naar de Nintendo Switch. Wat? Dit is wat we willen. Dankjewel Nintendo! Zoveel Mario content! En dat speciaal omdat Mario dus 35 jaar is geworden dit jaar. Oh. En dat op de dag dat de Nintendo Switch 3,5 jaar bestaat. Dat is vandaag! Dat is vandaag! Super Mario Galaxy heb ik zelf nooit gespeeld omdat ik geen fan was van die motion controls. Dus ik hoop dat ik deze game zonder motion controls mag gaan spelen. Super Mario 3D All-Stars Collectie. Het is er! Het gaat gebeuren! We willen alleen nog weten wanneer! Oh ja! Dit is zo ontzettend vet! Hogere resoluties! Ja! Lekker! Lekker! Oh, we krijgen ook de soundtracks erbij! Oh, dit is lachen! September 18! Wow, dit is al bijna! Ja, dit is al bijna. Dit is over 2 weken, dan is het er al. Oh. Ja. Ik ben zo blij. Oké, wacht even. Ik zet hem even pauze. Besef eventjes. Kijk naar dit scherm. Mario Bros. Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 3. Mario The Last Levels. The Super Mario World. Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Nieuw Super Mario Bros. U was er al. Super Mario 3D World en Super Mario Odyssey was er ook al. Allemachtig. Zowat alles van Mario is nu op de Nintendo Switch. Op de beste console van Nintendo ooit. Ja! Oeh, ja, nu zien we nog meer inderdaad. Super Mario Maker 2, Mario Tennis Aces. Alles. Jemig. Oh, we krijgen nu een overzicht van de geschiedenis van Super Mario. Ja, dit is wel leuk om even te kijken, jongens. Het begint natuurlijk met Super Mario Bros. Kijk hem uppies verzamelen, jongen. Dit is wel nice. Ik wist niet dat dat kon. Oké, deze persoon die Mario speelt, die kan Mario spelen. Mario Bros. 2 was ook echt leuk. Het is tof inderdaad dat zowel Toad als Peach als Mario als Luigi heel anders speelt. Ze hebben precies andere abilities en mechanics. Zo kan Peach bijvoorbeeld zweven. En Luigi die gaat een beetje zo langzaam door de lucht. Heel nice. Mario Bros. 3 is echt vet. Dat is een van de beste Mario's, alhoewel Super Mario World die we nu zien, dit was ook zo'n vette game. Deze heb ik wel meerdere keren uitgespeeld.
Dit was episch. Die heb ik echt helemaal kapot gespeeld, jongens. De Super Nintendo. Hier, Mario 64. Die heb ik dus overgeslagen omdat ik geen Nintendo 64 had. Oh, die ga ik nu ook eindelijk spelen, jongens. Ik schaam me ervoor dat ik deze nog nooit gespeeld heb. Want volgens velen is dit de beste Mario game ooit. Ja, dan Super Mario Sunshine. Ik heb hem bijna weer uitgespeeld op de GameCube. Maar ik denk dat ik hem niet uit ga spelen. Ik denk dat ik ga wachten tot ik deze kan spelen. Want op de nieuwe versie op de Nintendo Switch zijn de graphics veel beter. Dus dat wil ik spelen. Ja, en zo zagen we de hele geschiedenis van Super Mario tot aan Super Mario Odyssey. Wat ook een fantastische game is. Holy crap Nintendo, dankjewel dat jullie dit aan ons geven. Dit is fantastisch, ik ben zo blij. En over 2 weken ligt het al in de winkel. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal en laat me vooral weten wat jouw vetste aankondiging is van deze Mario 35th Anniversary Direct. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik je bij de volgende video. Wajo! Mazzel!